visie te begroeten. We gaan beginnen met Wiebe. Wiebe is nog heel erg jong, dus die heeft weinig ervaring. Dat zal je ook zien. Kijk, de deurbel gaat, maar voor hem is het nog geen enkel probleem. Je ziet niet de voorspelde reactie die je normaal zou denken, een hond die blaffend naar de deur zou gaan of daar een reactie op heeft. Want die ervaring heeft hij helemaal nog niet. Als je dan naar de volgende stap gaat kijken, het binnenhalen van de visite, laat je hond dan lekker in de woonkamer. Zodat je niks hoeft bij die deur, haal je de visite rustig naar binnen en dan vervolgens laat je de visite even wachten in de gang. Zodat je alle tijd hebt om je hond eventjes te begeleiden. Dan is aanlijnen het allermakkelijkste, zodat de hond de afstand kan hebben die je wil. Je laat de visite wachten, jij lijnt je hond aan en daarna nodig je de visite gewoon uit om naar binnen te komen. En je hebt een plan, dus je geeft duidelijk aan waar je de visite wil hebben. Waar mogen ze eventjes gaan zitten? En je ziet, wie bevindt het een beetje gek, want die rent naar de visite toe, maar dat kan hij niet, hij wordt tegengehouden. Daarna maakt hij gelijk de goede keuze en wordt hij ook gewoon voor beloond. Zo leert hij dat op de visite afstormen geen enkele zin heeft. Ik ga rustig zitten en Anita kan daarna op haar gemak ook op de bank gaan zitten. En doordat Wiebe aan de lijn zit, kan ze hem eventueel bijsturen waar nodig is. En dat is in principe helemaal niet nodig, want Wiebe neemt rustig plaats bij Anita en we kunnen rustig een gesprekje voeren, zonder dat het ook maar een probleem is. Als je hem losklikt, wacht dan echt eventjes tot hij rustig en ontspannen is en niet alsnog op de visite afstormt, want dat is zonde van je oefening.